Wat is ja, de meeste de zaak of de ervaring die u het diepst getroffen heeft de afgelopen weken? Ja, de afgelopen week trof me heel erg een mevrouw in mijn praktijk die in het verzorgingshuis woont, waar haar zus ook woonde. Want ze is afgelopen weekend overleden aan de gevolgen, meest waarschijnlijk, van het coronavirus. En het verliep enorm snel. Het was echt 4, 5 dagen waarin ze overleed. En wat ik heel heftig vond, was dat ze door de huisarts adviseerde van hou afstand. Terwijl juist zo'n sterfproces iets is waarbij je naaste gewoon heel dichtbij wil zijn. Dus de eenzaamheid hierin, in dat sterven dan van die zus. Daarnaast ook ging deze mevrouw gelijk in quarantaine na het overlijden. En was er ook nog een bezoekregeling waardoor de kinderen, ze zeggen eigenlijk zeg maar haar, de kinderen van haar zus, haar ook niet mochten bezoeken. Ja, dus de zus die in leven bleef, ja, die is dan ook totaal eenzaam. Ja, inderdaad. Dus dat intense verdriet, dat trof me heel erg. En wat je natuurlijk ook ziet in het buitenland, het is dat mensen alleen zijn als ze die infectie hebben. Precies, in het ziekenhuis liggen. Dat hoor je nu natuurlijk heel veel in de IC liggen, geen bezoek kunnen krijgen. Ja.